De politie onderzoekt gevallen waarin schietcertificaten valselijk zijn opgemaakt door derden. Dit gedrag is een ernstig strafbaar feit en wordt verboden door de wet. Artikel 278 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht stelt dat het valselijk opmaken of vervalsen van geschriften strafbaar is. De politie roept op tot stopzetting van dit gedrag en waarschuwt dat het kopen of in bezit hebben van valse schietcertificaten ook strafbaar is en kan leiden tot een gevangenisstraf. De fysiotherapie en geschiedenis bacheloropleidingen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn recentelijk geaccrediteerd voor 6 jaar. Fysiotherapie legt nadruk op evidence-based praktijken en wetenschappelijk onderzoek, terwijl geschiedenis zich richt op Suriname en Latijns-Amerika, met een focus op onderzoeksvaardigheden en niet-westers perspectief. Beide opleidingen streven naar kwaliteit en relevante inhoud voor de studenten. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en de stichting Sipaliwini Content Suriname hebben op 1 april een grootschalige schoonmaakactie uitgevoerd op Stoelmans Eiland in het district Sipaliwini. Met behulp van dorpsbewoners is het overwoekerde landschap opgeknapt en een betere omgeving gecreëerd voor medische zorg, scholen en andere voorzieningen. De samenwerking tussen overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties toont het belang van verbetering van de leefomgeving voor toekomstige groei en welzijn.